stemmen? Lijkt me goed plan. Oké. Okay. In Vught is een tentoonstelling te zien met de titel Liefde in oorlogstijd. Liefde die ontstond in concentratiekampen of op onderduikadressen. Verliefd zijn op de bevrijders of op de vijand. Ik zit hier in de kamer over de Duitse liefjes, oftewel de Nederlandse meisjes die Duitse militairen als vrienden hadden. Dat werd als collaboratie beschouwd en had dan ook de naam de horizontale collaboratie. Die werden betiteld als moffenhoer. En na de oorlog hebben zij het zeker niet makkelijk gehad, maar ook hun kinderen niet. Ook die kinderen zijn na de oorlog met de nek nagekeken. We kregen verlof om de stad in te gaan, waar de regering een bordeel sponsorde. Het had een middenstuk met twee grote hoven die er vandaan leidden. Franse prostituees aan de ene kant, Arabische aan de andere. Waar we hier nu zijn, is bij de afdeling het dagelijkse leven. Want dat ging door in de oorlog. Ook het verliefd worden, ook het trouwen, dat gebeurde ook in de oorlog. Er zijn zelfs niet minder huwelijken gesloten. Echt prachtig. Heel hoopvol. En mensen in die omstandigheden nog verliefd kunnen worden en de liefde kunnen voelen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon zo. Mensen worden gewoon ook verliefd en houden van elkaar, ongeacht de situatie. Daar kies je niet voor. Hè. Het gebeurt gewoon zo en dat, ja, dat vind ik wel heel mooi om te zien. Er ligt in een van de vitrines ook nog een, wat heette, een pikante onderbroek. Een man die voor de Duitsers moest werken, een kleermaker, die had dat voor zijn vrouw gemaakt toen die ging trouwen in 1943. En geen cadeau had, pikant, met een kantje erin.